Hey, ik ben Dorian en deze twee heren, Tom en Jurgen van VAB, die gaan mij vandaag leren vertrekken op deze helling. Nu, ik ben verschrikkelijk zenuwachtig, maar nog zenuwachtiger omdat Tom gaat beginnen om het mij te leren. Ik denk dat het best is als we dus naar de helling rijden. Mm-hmm. En dan als je net op de helling staat, dan gaan we stoppen. Oh, niet zo snel! Oh, niet zo zot. Snel, zot. Oké, okay. Maar op de helling. Nu aan remmen, nu aan remmen. Nee, nog. Gas geven. Wacht. Ik heb hier pedalen, hè, dus dat is gemakkelijk. Ja. Rijd er maar op. Nog. Stop. Ja, goed zo. Oké, nu staan we op de helling. Ja. Handrem optrekken. Goed. En dan is het spel van de koppeling en de gas. Ken je dat al? Het spel. Ja, dus nu mocht je hem in eerste zetten. Ja. En nu laat je de koppeling opkomen tot dat je voelt zo van, ah, de auto begint, wat, je kent dat, dat hem zo wat begint. Nee, ik ken dat niet. Maar zachtjes, hè, want dan is niet baf, want dan vallen we stil, maar okay. Heel zachtjes. Nog meer. Hoor je dit als hem zo wat begint te ronken? Oh my God, ja. En nu moet je eigenlijk de rem loslaten. En nu direct naar de gas, hè? En nu naar de gas en zachtjes gas geven. Gas, zachtjes. Ja! Oh my God. Alright! Woehoe! Stop! Ja, maar het is gelukt. Ik zal zeggen dat ik moet stoppen. Oké, goed. Yes. Alright. Jurgen, ik hoop van harte dat jij het mij beter kunt aanleren, want Tom, ik heb het eigenlijk nog altijd niet begrepen. Oké. Nu, hoe wij het aanleren om te vertrekken op een helling, wij gaan dat altijd eerst eventjes tonen. Okay. Eerste versnelling. Je hebt daar nog een rood lichtje. Dat is een hand. Dat is een hand. Yes. Oké. Okay. Dus ja, dat was Tom ook vergeten. Ja, dat rustig naar voren. Ja. Rustig. Ja, een beetje verder. En stop. Oké, stop. Nu moest ik volledig op de rem gaan staan. Ja, en mijn dus koppeling ingedrukt houden. Goed. En dan moet ik de koppeling zachtjes loslaten tot ik de motor hoor brommen. Veranderen. Ja, verandering van geluid. Oké. Okay, ja. Ja. Hoor je het? Ja, ik hoor het. Oké. Okay. Schitterend. Mooi. En we gaan stoppen. Oké. Okay. Perfect. Het was gestructureerd ook. Ik wist wat ik moest doen. Mm-hmm. Oké. Okay. Goed zo. Keigoed. Oké, ik kan eindelijk vertrekken op een helling door deze twee heren hier, Tom en Jurgen. Maar ik moet zeggen, Tom, ik vond het echt verschrikkelijk leuk, maar het was zo chaotisch en vooral heel zenuwachtig makend. Dat ik toch moet zeggen dat Jurgen het beter heeft gedaan. Hij heeft het heel gestructureerd uitgelegd. Ten eerste is hij begonnen met een oefening. Dus hij heeft zelf laten zien hoe het moet. Daarna zijn we in de auto gegaan en heeft hij het nog stap voor stap uitgelegd, terwijl wat jij pas deed als we in de auto zaten op dit punt. Ja, maar ik moest daar zelf nog over nadenken. Maar allee. Dus Tom, Jurgen, 0-1. Als je wil vertrekken op een helling, blijf rustig, blijf geconcentreerd. Eventjes horen naar die verandering van geluid van de motor. Genoeg gas geven en je bent weg. Music and more.